Ja, ik heb nog geen kijkers, maakt ook niet uit. Ik zie net een video langskomen van een of andere mevrouw Reusink, geloof ik. De vrouw van Frank Loes, of weet ik hoe ze heet. Moet ook eigenlijk niet. Mevrouw Reusink. Ja. De video die ik gezien heb, loopt hij vooral te piepen en te kermen en bla 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 bla. Dat we viruswaanzin geen secte mogen noemen. Dat we maar niet meer mogen klagen over. Weet ik van wat. Wat mij een beetje ongenadig aan dwars zit. Laat ik hem gewoon gelijk maar een paar noemen. Jullie roepen strijders op. Jullie roepen mensen op om naar Utrecht te komen. Naar Kwaku Kwaku, of weet ik hoe dat fucking restaurant heet. Moet me ook gereed. Daar roepen jullie mensen heen op. Van kom hierheen, bla bla bla. Kom protesteren. Terwijl dat je donders goed weet dat de politie daar al lang opgeschaald heeft, of weet ik veel wat. Je ziet dat het helemaal ramvast zat met agenten. Je wist ook donders goed dat de kans groot was dat de agenten in zouden gaan grijpen. En je komt als een of andere hoempa hoempa ga je zitten janken op Facebook. Voor mij bijna niet helemaal lekker, of wel? Voor mij draai je nog niet zo erg lang mee in de demonstratiewereld om te beseffen wat er inderdaad echt speelt, mevrouw Reusink. Of mag ik Loes zeggen? Dus nogmaals even voor degenen die later inschakelen. Nou, ik zie er nu toevallig eentje. Ik ga nog even snel mijn verhaal doen. Net kwam mij een video onder ogen over mevrouw Reusink. De vrouw van Frank, schijnbaar. Nou goed, Frank is een beste gozer, daar ga ik ook niks over zeggen. Maar mevrouw Reusink, zitten een paar dingen zitten mij gruwelijk dwars. En daar wil ik het toch even over hebben. Mordechai roept op om naar Utrecht te komen. Goed, één avond is dat leuk. En de tweede avond, als er dan al gewaarschuwd wordt en de signalen zijn er dat er opgeschaald gaat worden met ME en politie. En je gaat dan alsnog halsstarrig blijven zitten daardoor. Is dat inderdaad op eigen verantwoording? Maar dan ben je een Oompa Loompa. Ga je nou lopen klagen dat iedereen commentaar hebt op viruswaarheid of viruswaanzin of weet ik van waar je in gelooft? Het boeit me allemaal gereed. Ja? Mevrouw Loes, als jij een beetje het besef hebt wat ze op dit moment speelt in de demonstratiewereld, dan begrijp jij donders goed. Ja? Als je even Frank los kan laten die alles met liefde wil doen, boeit ook gereed. Moet je het helemaal zelf weten. Maar dan weet je donders goed dat je het met gele parapluutjes en bla 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 niet gaat bereiken. Mijn gesprek komt dan automatisch op Willem Engel. Ik heb helemaal geen hekel aan mensen. En die jongen die doet waar hij zin in hebt en moet hij ook lekker zelf weten. Maar zijn manier van strijden, ja, daar ben ik heel, heel eerlijk in, helpt geen tyfus. Geld ophalen met tikkies en donaties en rechtszaak na rechtszaak aanspannen en uiteindelijk verlies je er weer. Eigenlijk heb je alles verloren tot nu toe, want je hebt geen rechtszaak gewonnen. Dan moet jij je als viruswaanzin, moet jij je kapot geschamen, want dan heb je geen enkele meerwaarde hier in Nederland. Klaar. En dan kan je Loes Reusink, nogmaals als je dit ziet, je bent gewoon een grote Oompa Loompa, dat je denkt iets te kunnen bereiken door te gaan lopen janken op de mensen die viruswaanzin, ja, een secte vinden, want ze zijn ook inderdaad een secte. En zeker als je in de Tweede Kamer zit, het is allemaal één pot nat. Hey Angie. Mag ik iets zeggen? Mensen praten over liefde. Ja, en er zit geen greintje liefde bij. Het zijn allemaal, ja, hoe moet ik ze noemen? Ik ga dat niet lopen schelden in mijn lijf, nu heb ik geen zin in. Maar als mensen een beetje het beseffen krijgen wat er op dit moment al speelt met tikkies en donaties en shit, dat ze daar gewoon letterlijk van leven, dat je rechtszaak na rechtszaak aanspant en je krijgt er. Uiteindelijk krijg je niet eens je gelijk of je haalt er nog niet eens een minpuntje uit. Dan denk je bij mezelf al bij toch voor een prutsjes bij elkaar. Hef die stichting op. Het heeft geen enkel nut. Wat wil je gaan doen met je licht, liefde en gele parapluutjes? Steek ze op een plek waar de zon niet schijnt, dan heb je er nog meer aan dan waar je nu aan het doen bent. Ga maar weer een tocht naar Amsterdam lopen, gefaciliteerd. Je hebt er geen drol aan. Helemaal niks. Maar goed, dat was mijn mening, die moest ik even kwijt. Omdat ik een video gezien heb van mevrouw Roes Leusink. Reusink, nee, Loes heet ze geloof ik. Maar. Ze gaat nou vol tegen de mensen in die zeggen dat viruswaanzin een sekte is. Waar ik onder andere ook achter staat. Ik zeg dat ook. Puur omdat ik vind dat je met het gekwebbel wat ze nu al maanden doen geen drol meer bereikt.
Dus ja, daar moest ik even mijn mening over geven. En ik krijg net dat videootje onder ogen. En dan denk ik bij mezelf, joh, mensen, alsjeblieft, wat Louis. Nou, ik heb je nu. Ja, maak ik voor de rest niet uit trouwens. Ik zou zeker achter liefde kijken als BVB je kind op de regel van een flat staat. Wat doe je? Geef je hem een klap dat je zijn leven zou redden? Of ga je lopen dansen en zingen met de kans dat hij alsnog valt? Boom. Klets. Nou, jullie maken sowieso dat we jullie net door hadden, maar ik sta met mijn ogen. Ik kreeg net een filmpje doorgestuurd, geen gein, van mevrouw Ruysink. En ik ken er met mijn kop gewoon niet bij hoe lomp dat je kan zijn. Zelf vluchten ze door de achterdeur naar buiten. Willem Engel komt aan. Die laat even zijn kop zien vlak voordat er ingegrepen wordt. Dus die was al zeker op de hoogte wat er gebeurde daar ook. Ga mij niet vertellen dat het niet zo was. En dan mag je me verslijten voor een complot, gek. Is niet zo. Willem Engel die komt aanlopen. Hij zegt 2 seconden komt hij in beeld. Daarna pleurt hij op naar binnen. Ze zijn door de achterdeur naar buiten gegaan. En de rest stond vooraan. Ben je dan een lompe oempa loempa of niet? Heb je het niet helemaal door of wel? En dat zit mij gruwelijk dwars. Dat zit mij gewoon gruwelijk dwars. Dat ik denk van onschuldige mensen. Ze lopen allemaal. Die vrouw heeft geen besef wat er afspeelt in Demoland op dit moment. Die heeft letterlijk geen greintje besef wat er speelt. Dat je niet redt met een geel parapluutje en op een pleintje staan. Kuk, 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 kuk. Nee, wij zijn Nederland. Nee, we zijn geen ruk. We hebben geen ruk. En dat gaat ook nooit meer wat worden. Bingo, pak aan. Hè? En er zijn te veel mensen. Er zijn te veel mensen in Demoland. Met een enorm ego gehaald, nog steeds. En dat is niet veranderd. Ik ben echt blij dat ik met dat hele pleurenzootje niks meer te maken heb. Helemaal nothing, but nada. Ik geef mijn mening, dat is alles. Maar dat is mijn mening. En die geef ik als vrij mens. En daarvoor ga ik niet op een demo lopen of wat dan ook. Flikker op. Helemaal niet nodig. Ik ga mijn mening hierop geven en de rest focus ik me lekker op mijn relatie en mijn shit. Maar ik snap het gewoon niet. Ben je nou zo lomp? Als je, serieus, je weet in Utrecht de eerste dag is dat leuk. Maar je weet al de tweede dag dat er opgeschaad gaat worden met politie. En je trapt er gewoon glashard in. Wat in je eigen geld kost. Je hebt waarschijnlijk nog gedoneerd aan viruswaanzin. Want die gaan natuurlijk weer een kwebbelrechtszaak aanspannen waar ze niks mee winnen. Ja jongens, kom op man. Gebruik je hersenpan nou eens, kom op man. Het is voor mij genieten hoor, want ik geniet hier thuis even hard mee als jullie allemaal die daar op een fucking demo lopen met je parapluutje. Ik kijk ze allemaal 's avonds terug, ik kan overdag doen waar ik zin in heb. Het boeit me ook niet meer. Het is voor mij niet motiverend om daar te lopen, want ik zie mensen die de glashaat intrappen. Die gewoon niet wijs bij de porum zijn. Hey Ricardo, goedavond. Hey Bouthuizen. Nou ja, ik moest gewoon even lijf. Ik ben niet meer zo van de lijfjes en zo, maar ik zit net echt met volle verbazing naar de vrouw van Frank Reusink te kijken. En ik zie daar hoe dat mens gaat zitten kwetteren en tieren en tierenlatijnen en weet ik het wel thuis. Denk ik, oempa loempa, ik heb je nooit in het heetst van de strijd gezien met je vlucht. En de bewijzen zijn overduidelijk, hè, want we hebben de filmpjes gezien dat Willem Engel aankomt. De bewijzen leggen er gewoon. En als je daar nou nog in gaat trappen als demonstrant zijn, dan ben je voor mij niet helemaal lekker bij je hoofd. Maar ja, we moeten dus met z'n allen opstaan. Alle groepen, maar dat mis ik. Willem Engel wordt door de rechter zelf. Hij komt alles tegengezet. Gezeten. Rechten zijn corrupt. Wat fuck, jullie groepen moeten ophouden met ruzie. Ondeelbaar. Kom maar harder. Op. Kijk, zoals prijs. Ja, weet je wat het is, Elske? Voor de meeste mensen die mij kunnen, die kunnen mij als kaas. Ik heb een eigen demogroep gehad. En ik heb al maanden. Heb ik geschreeuwd, het moet anders. Wat ze bijvoorbeeld in Parijs doen. Ik heb een maanden om te schreeuwen. En dat weet onder andere de harde kern die met me meegelopen heeft in de demonstratiewereld. Dat weet het allemaal. Dat is geen gein. En het moet anders. En dat probeer ik hier te benadrukken wat er aan de hand is. Dat ik bij viruswaanzin onder andere ziet. Dat die Oompa Loompas komen kijken bij een restaurant in Utrecht. Waar van de gasten al alles te hebben. Alles met de politiek te maken hebben. Ze zitten met de duimen dikker in de Partij van de Dieren. Jee, daar hebben we wat aan hoor. En er wordt een crowdfundingsactie opgestart waar ik met mijn kop niets bij kan. Want iedere ondernemer, ja, die heeft het lef niet eens om zo'n actie op touw te zetten. Waarom? Ja, en als je dan je onderzoek gaat doen, ja, zeker naar dat restaurant, dan kom je achter zo'n hoop dingetjes. Snap je? Elske, ik breng geen verdeel aan eens. Zo wil ik het absoluut niet noemen. Ik probeer mensen wakker te maken voor wat er nu echt speelt. En wat er op dit moment aan de hand is waar mensen geen erg in hebben. Dat is het punt waar ik mee bezig ben. Dus ik zit helemaal niemand zwart te maken. Nee, mevrouw Reusink. Ja.
Wij mogen van mevrouw Reusink niet zeggen dat viruswaanzin een sect is. Als dat onze mening is, als dat jullie mening is, mogen jullie dat zeggen. We zijn vrij om dat uit te spreken, maar als dat niet meer mag, wat mogen we dan wel? Moeten wij erachteraan hobbelen met zwarte parapluutjes? Want we zijn natuurlijk controlled oppositie. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Vooral meneer Bouthuizen. Zwarte Zorro. Nee, ja. Elske, ik bedoel, als je weet wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is in de hele demonstratiewereld. Wat voor pleurenzootje het bij elkaar is. Dan snap je dat mensen viruswaanzin een sekte gaan noemen. En dat is niet omdat ze Willem haten. Nee, het is puur hoe Willem werkt. En hoe Mordechai werkt. En hoe dat hele gare team van viruswaanzin daar gewoon letterlijk geen rol in hebt. Want Elske, ga mij zeggen, hoeveel rechtszaken heeft viruswaanzin tot nu toe gewonnen? Geen drol. We moeten inderdaad rustig blijven. En ik ben ook hartstikke rustig, geloof me. Er zit bij mij geen grammetje haat of nijd tussen. Maar op dit moment worden strijders als Jeroen van den Berg en Remy en de andere mensen worden onderuit geschoffeld, letterlijk en figuurlijk, doordat die jongens maanden meelopen. En daar ga ik voor door het vuur. Dat zijn mijn mannen. Die mannen zitten hier ook, die zitten in mijn hart. Of al zit mijn hart hier, boeit het me ook gereed. Maar die zitten in mijn hart. En dat is, weet je, voor die mannen ga ik door het vuur. Maar zoals een viruswaanzin niet. Ik moet opgelangen, want ik heb bezoek. Ik spreek jullie snel weer.